In Kruispunt. Mensen denken dat je niet uit elkaars kopje kan drinken, niet elkaars spullen kan aanraken. En een vriendin van mij die zat op een voetbalclub. En toen vertelde ze tegen de coach dat ze even besmet was. En toen zei hij, ja, je kan meteen vertrekken. Het is een enorme klap natuurlijk, want jij kan er niks aan doen en anderen begrijpen het niet.